die Frans. Kom de wie, kom de wie. We zitten hier op een mooie plek. Ja, schitterende plek. Op 1,5 meter nog wel. We zitten hier aan de Roer. Eigenlijk is dit het laatste stukje van de Roer voordat hij stedelijk wordt en de stad ingaat. Hier raakt de Roer de Capellelaan. En hier is het nog groen. Zie je in die hoek. Jammer, er is er eentje weg, zie ik aan die kant. Zie je dat, die is ook weg. Maar in feite, de laan op zich krijgt andere lindenbomen en wordt helemaal opgekrapt. Nu ben ik hier op dat plekje gaan zitten, want ik zag dat monumentje en ik heb daar heel veel over gelezen. Maar wat weet jij ervan, Frans? Nou, ik zal een klein stukje vertellen. Ik heb me natuurlijk een beetje op voorbereid. Ik wist er eigenlijk helemaal niks van, terwijl ik een oorlogskindje ben. Ik ben geboren in 1944. Ik zou het hebben moeten weten, maar ik ben erachter gekomen dat hier de slag om Roermond heeft plaatsgevonden. Het was rond 2 uur in de nacht. Soldaat van de wacht, Koos van den Berg, zag in het licht van de maan 15 als Nederlandse soldaten verklede Duitsers gaan. Langs de commandopost aan de Capellelaan, sergeant Oele sloeg alarm en ging de Duitsers achterna. Er viel een schot en er ontstond een strijd. En het begin van de oorlog, de Tweede Wereldoorlog, was een feit. Hier, op deze plek. Ja, want hier is het begonnen. Want die mannen die waren onderweg naar de brug achter ons, hè, de Spoorbrug. En naar de Maasbrug, heb ik begrepen. Ja, dat is een heel belangrijke. En dat staat ook hier in de annalen geschreven. De Duitsers waren in de meerderheid. Dus Oele die moest zich overgeven. Ze draaiden de kaarten uit zijn tas. En de bommen ontploften hier in deze buurt. Want er was één soldaat die achtergebleven was. De vluchtende Duitsers waren nauwelijks van hun pak ontdaan. Of er stonden al zo'n 800 Duitsers. Van belang was de brug over de Maas. Rond 4 uur, je moet je voorstellen, was een nachtelijke operatie. Het was donker. Rond 4 uur lieten de Nederlanders de brug springen. Die Duitsers waren hier verkleed naartoe gekomen, eigenlijk om dat te voorkomen. Dat is niet gelukt. Maar ze kwamen ze toch met zijn 800 man aangestormd. Helaas, rond 9 uur waren de Duitsers hier de baas. Op een brug in de lucht waren ze niet bedacht. Hier bleven ze uiteindelijk 5 jaar aan de macht. Mooi verhaal, Frans. Ja, ik heb het een klein beetje proberen te dichten. Maar het ergste van alles is toch wel dat wij niet alleen het begin van de oorlog hebben gedomineerd hier in Roermond. We waren ook een van de allerlaatste die bevrijd werden. Want ik ben geboren in Bemmel bij Nijmegen. Dat was 3 maanden voor dat wij geëvacueerd waren hier naartoe. Konden we geen contact maken met Limburg, want hier was nog alles in volle oorlog. Dus wij waren ook nog heel erg laat, terwijl de rest van Nederland, of een groot stuk van Nederland, al bevrijd was. Ten oosten van de Maastrichterweg en het spoor bij het Loofbosje splitst de Roer en de Hambeek zich. Over een lengte van 1,5 kilometer loopt de Hambeek richting de Rode Brug om uit te monden in de Maas. Het loopbosje tegenover de Capellelaan, ten oosten van het spoor, is een esse-iepenbos. De bomen langs dit gedeelte van de Roer zijn de gewone es en de gladde iep. Ook groeien er meidoornstruiken, de rode kornoelje, witte kardinaalsmuts en vogelkers. Langs dit soort roeroever vinden we ook zelfs Aronskerk en voorjaarshelmbloem. De stedelijke Roer loopt nu verder. Langs de bebouwing van Roermond, met hieraan aangepaste oevers, om in noordwestelijke richting ten slotte ten zuiden van de Henri Ramakersbrug uit te monden in de Maas.
Bij een verhoging een mond geeft de roermond zijn naam. We krijgen niet alleen een mooie nieuwe Capellalaan met lindenbomen, we krijgen ook een mooie aanpassing hier rondom dit kapelletje. Maar wat ik nog fijner vind eigenlijk, is toch wel dat we zover zijn gekomen dat we de Stichting 88 bereid hebben gevonden om te steunen bij het herstellen van het kapelletje. Dat was een mevrouw Hoepen, die woont iets verder, die zorgt voor alle bloemen en dat het allemaal in orde is. En die heeft een keer bij me aan de bel getrokken en zegt, het ziet er niet uit, het bladdert, het is echt in een staat dat we tot actie moeten overgaan. Nou, ik heb de stoute schoenen aangetrokken, we zijn tot actie overgegaan en we hebben de toezegging van 88 gekregen, mits wij natuurlijk wel zorgen dat we met vrijwilligers dit kapelletje weer helemaal nieuw maken. Ja, er is nog meer hier in deze omgeving wat dit apart maakt. Er gaat het verhaal dat op deze plek, bij dit kapelletje, de neef van Willem van Oranje, Ernst Casimir, hier zijn leven liet met een kogel door zijn hoed. Die mooie hoed kunnen we altijd bewonderen in het Rijksmuseum. Het is een echt wapenfeit geweest. Hij zal wel zo gestaan hebben, we hebben hem, we hebben de Spanjaarden. En pats. Hij gaf het loodje. Er wordt ook beweerd andere plekken, maar 99% geef ik het plekje hier. Omdat het zo, moet ik zeggen, op de tekeningen zo te interpreteren valt. Maar er zijn 3 mogelijkheden die je nog kunt invullen. 1 daarvan is natuurlijk Ernst Casimir, de hoek van de kruising bij de outlet. Ik heb de voorkeur voor deze locatie. Nog mooier zou ik het vinden bij het opknappen dat we hier een mooi bord met de informatie krijgen over de slag waarin Ernst Casimir dus voor zijn leven heeft moeten laten in zijn slag tegen de Spanjaarden. Hier ter plekke. De Spaanse katholieke troepen tegen de protestantse troepen van Willem van Oranje, oftewel de neef van Willem van Oranje, Ernst Casimir. Het is een beetje onwaarschijnlijk, denk ik. Want dit kapelletje is zo'n 160 jaar later gebouwd. En je kan me niet voorstellen dat ze dit kapelletje hebben gebouwd voor de protestanten. Want die hebben geen kapelletjes. Dus daar zit al een scheve gedachte. Maar ik hou het erop dat hier die hoed met dat gat zijn oorsprong heeft. Ga hem maar bekijken in het Rijksmuseum. Eigenlijk moesten we hem naar het Historiehuis Zalen en Remond. Misschien is Lene een tijdje. Frans, maar dat geeft toch een beetje aan. Als ik kijk naar het begin van de 80-jarige oorlog. Als ik kijk naar de Ernst Casimir. Ik kijk naar de Eerste Wereldoorlog. Dan kijk ik naar de Tweede Wereldoorlog. Dan was de Capellalaan toch een hele belangrijke strategisch punt. Hè? Het is ongelooflijk. Het is ongelooflijk. Maar het is inderdaad zo. We hebben een katholieke oorsprong. We zijn eigenlijk al heel lang van de 6e eeuw al bisschopstad. Philips II, de Spaanse vorst, heeft ervoor gezorgd dat wij bisschopstad werden. Een katholieke stad die trouw was aan de prins van Spanje. Die had ook niet zoveel met de prins van Oranje. En daar lag iedere keer het knokpunt. Daarom is hier ook zo vaak zoveel gebeurd. Wij wouden zelfs hoofdstad worden, omdat we hoofdstad waren van Gelre. De koning van Spanje was ook hertog van Gelre. In zijn wapen kun je dat nog zien. Dus met andere woorden, het was een snijpunt tussen de protestantse en de katholieken. En we hebben dat allemaal heel mooi bij elkaar kunnen krijgen. Maar toen was dat niet zo. En daarom is hier ook zo vaak een slag geleverd, zoals deze. En een stomp. Een soet, een laatste stuk, een stukje boom, een monumentje. De oorlog, dat begon hier. Het ging
om de brug. Ja, dit was het dan, aflevering 5 van de historie van de Kapellenlaan als het over de bomen gaat. De bomen zijn deze eeuw, de afgelopen eeuw, ik weet niet hoe vaak al gerooid. En nu zijn ze ook weer gerooid en het was natuurlijk verschrikkelijk, want het is een prachtige laan. Maar ik denk dat die heel mooi gaat worden, want ik heb al wat tekeningen gezien, ik heb wat animaties gezien. Het gaat best mooi worden. En het is een unieke kans om hier een mooie 30 kilometer zone van te maken. Want hier vliegen de auto's hier voorbij en het wordt straks mooi rustig. Dus ik denk dat een hele goede zet is om Kapellenlaan een fijne opknapbeurt te geven. Maar we zijn nog lang niet klaar over de Kapellenlaan, want er is zo verschrikkelijk veel te vertellen. De kunst met name. Binnenkort gaat Frans een hele mooie uitzending maken over Windhausen. Want wie kent Windhausen nou niet? En daar komen we snel op terug. Blijf kijken.